Zo, goedemorgen. Alle die meeluisteren via livestream of dit later zullen horen, welkom. In de naam van onze Heer Jezus Christus. En ik heb er eigenlijk naar uitgezien toen ik deze boodschap kreeg, om dat ook weer uit te delen. Omdat ik er zelf ook erg door bemoedigd ben, opgebouwd ben. En ik wil met jullie gaan nadenken over geloof, geloven. Ik heb jullie gevraagd om alvast een gedeelte uit Hebreeën 11 te lezen. Zodat we niet het hele hoofdstuk en het begin van hoofdstuk 12 nu hoeven te lezen. Wij gaan straks verder. Vanaf vers 33. Maar allereerst de betekenis van het woord geloof. Geloof, als je dat gewoon zoekt in de dikke van Dalen of welk woordenboek dan ook. Dat is de overtuiging hebben dat iets waar is. Dat staat daar. En er zijn nog meer woorden die zich scharen onder het woord geloof, geloven. Dat is aanhangen. Dat woord aannemen. Als juist beschouwen. Op gezag aannemen, vertrouwen, voor waar houden. Er zijn er nog meer, maar dit vond ik de mooiste. En nou zeg je eigenlijk, ja, misschien ook kinderen, jeugd, die zegt van waarom geloven. Johannes 3, vers 16 staat, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, dus Jezus Christus, gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft. Dat staat er in de schrift, dat zegt God zelf. En het is hier, misschien komt het zo over, als God, alsof God je wil dwingen om in Jezus te geloven. Want als ik dat niet doe, dan ga ik verloren. Dan ga ik naar de hel. Hoe zit dat? Of nog zo'n vraag. Werkt God het geloof door jou heen? Of moet dat uit jezelf komen? Dat zijn vragen die kunnen misschien bij je binnen zijn. Ja, moet ik dat allemaal zelf teweeg brengen? Of is er een andere macht? Is het God zelf die dat in jou bewerkt? Nou, om te beginnen, het woord zegt het al, Genesis, in de beginnen, daar heeft God Adam als eerste uit het stof gemaakt. In het paradijs kreeg deze eerste man de ruimte om te kiezen. Hij had de keuze om te leven voor God, of om te leven voor hemzelf. Die keuze is niet veranderd, die heb jij ook. Jij mag kiezen hoe je leeft. Want een gedwongen relatie voelt niet lekker. Iets wat moet, iets wat opgelegd wordt, ja, dat wordt lastig. Het zou kunnen, he, ieder die meeluistert of later dit luistert of die hier zitten, dat je God niet echt kent. Dat je die liefde van God, zijn zoon gegeven, niet echt ervaren hebt voor jezelf. Want liefde verlangt. Dat dwingt niet. En dat is wat God ook doet. Als je God echt wil leren kennen, lees je Bijbel. Geloof wat er staat. Zoek de verbinding met onze liefdevolle God. Deel je gedachten met hem. Spreek je uit naar de Heere.
Denk er eens goed over na wat je wil met je leven. Wil je een leven dat om God draait, om je schepper? Of wil je alleen maar een leuk leven en dat na de dood gewoon doorgaat, maar als het maar om jou draait? De Bijbel laat zien, het woord van God laat zien, dat je alleen echt blij kan zijn als God het middelpunt is in je leven. Je bent daarvoor gemaakt. Je bent voor God gemaakt. Ik zal een voorbeeld geven. Sinds 1 juli 2020 ben je vanaf je 18e automatisch orgaandonor hier in Nederland. Dat is gewoon zo ingesteld. Dan ben je automatisch op het moment dat je 18 wordt. Tenzij je in het donorregister aangeeft dat je het niet wil. Dus je moet na je 18e een keus maken. Je bent het al automatisch, maar je mag de keus maken of dat je dat wel of dat je dat niet wil. Nou, zo is dat eigenlijk ook met onze eeuwige toekomst. Sinds de zondeval, ja, maak je niet automatisch meer de goede keus. Dat is eigenlijk al voor je gedaan. Je bent sinds die tijd geprogrammeerd tot zonde. De gevolgen van de zonde is de dood, of de hel, leven zonder God. En God weet dat. God weet wat er met jou gebeurt als je niet aangeeft dat je met hem verder wil. En daarom vertelt God in zijn woord ook wat er gebeurt als je niet zijn zoon aanneemt of niet luistert naar wat hij zegt. Hij weet wat er met je gebeurt als je God afwijst, als je zijn zoon afwijst. En daarom zegt hij dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zij God niet zelf, laten wij mensen maken naar ons beeld. Ons beeld. Je bent zeer kostbaar in zijn ogen. Hij wil je niet verloren laten gaan. De mens kreeg de keuze, mochten niet eten van een boom van kennis van goed en kwaad. Anders zou je sterven. Kiezen is zoeken. Geloven is kiezen. En wij die hier zitten, ons geloof is gebaseerd op Gods woord. Alleen Gods woord. Sola scriptura. Alleen. Dus niet dat ons geloof gebaseerd is op een mening, of dat het geloof gemengd wordt met iets anders, of dat je religieus bent, leef uit tradities zoals onze voorouders dat vroeger al in de jaren deden. Het kwam ook al voor in de tijd van de Heer Jezus, dat is de aanspraak, de overleveringen van de ouder. En dat gebruiken die ze hadden van generatie op generatie. En gewoontes, ja, zo doen wij het. En als jullie het zo doen, ja, dan doe je het maar zo. Nee. Of gevoel. Het kan toch niet zo zijn dat God dat zo bedoelt. Dat is toch niet humaan. Of een ervaring die je hebt gehad, die je boven de schrift stelt, die je belangrijker vindt als de Bijbel. Of een openbaring. Beweren dat God jou een boodschap hebt gegeven. Door middel van een droom. Of een engel, of een visioen, of een verschijning. En dat vind je belangrijker als de schrift.
zegt de Heer Jezus niet zelf tegen de fariseeën. Hij zegt zelfs regelmatig. Maar tevergeefs eren zij mij door leerlingen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan overleveringen van mensen. De Bijbel is en behoort de enige bron te zijn van ons geloof. Met de bedoeling, zoals in Korinthe 4 staat, dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat. Anders ga je speculeren. Als je verder gaat, zegt de schrift niet, de verborgen dingen zijn voor God, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons, voor de kinderen tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen. God heeft alles wat wij moeten weten geschreven, laten opschrijven in de schrift. De heilige schriften die u wijs maken, zegt Paulus in 2 Timotheus, tot zaligheid. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus het woord is toch genoeg? En natuurlijk mogen en moeten we, net zoals die mensen in Berea, de christen in Berea, de schriften onderzoeken. Of ik het ben of een ander spreekt, dat mag je nazoeken of dat dat juist is. Dus ons geloof is gebaseerd op de schrift, Gods woord. Dat hangen wij aan. Dat beschouwen wij als juist. Dit gezag aanvaarden wij, nemen wij aan. Dit woord vertrouwen wij. Dit woord houden wij als waar. We gaan straks wat voorbeelden kijken uit Hebreeën 11. Die geloofde in God de Vader, de schepper van hemel en aarde, die de mens en de dier heeft geschapen. Het heelal. En hoe we ons ook voelen. In welke omstandigheid we ons ook bevinden. Die mensen hebben ook dingen meegemaakt. Maar zij, als het goed is, hebben we al een gedeelte ervan gelezen thuis, lieten zich niet wegduwen, ondersneeuwen door de omstandigheden. Zij volharden en bleven staan. Niet met de stroming van de wereld of de mening van de mensen mee. Maar tegen de stroom in. Zij waarschuwden tegen vervlakking of modernisering van het geloof. Of een versoepeling, of hoe je het ook willen noemen. Ieder die gelooft in God, die wil leven door en voor Jezus Christus. Laten we gaan lezen Hebreeën 11, vanaf vers 33. Hebreeën 11, 33. Zij hebben door het geloof koninkrijk overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, belofte verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Zij hebben in zwakheid kracht ontvangen. Zij zijn machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood, maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan. Er wordt eigenlijk mee bedoeld de aanbod van de folteraars van, joh, ik ga stoppen als je met ons naar ons luistert, als je doet wat wij van je vragen. Verlost worden van de foltering. Dat namen zij niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en gezelslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd,
in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen, zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten, in holen, in de aarde. En deze alle hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Wel nu dan, hoofdstuk 12. Laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Machtig stukje. Indrukwekkend. Het laatste gedeelte van hoofdstuk 11. Zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen. Gaan we straks nog wat over zeggen. Door daden. Ze zijn blijven staan. Ik zal eens proberen wat enkele daden als een voorbeeld te plaatsen. Wij lezen hier net, koninkrijken onderwierpen. Dus ik denk aan David. Hoeveel heeft hij veroverd? Zodat zijn zoon Salomo in alle rust het huis van God, de tempel, kon bouwen. De richters. Wat hebben die te veel weeggebracht dat? Ja, dat zij koninkrijken onderwierpen. Belofte ontvingen ze. Leeuwenmuilen werden toegestopt. Daniel, heel bekend. Kracht van vuur bluste. Daniel en zijn vier vrienden, die stonden daar in die oven. Het vuur had geen kracht over hen. Maar er was daar een engel. En zij hadden de kracht over het vuur. Scherpte van het zwaard ontvluchtte zij. Kijk eens hoe David menigmaal eigenlijk al dood had moeten zijn. Maar God bewaarde hem. Elia. Dat hij bedreigd werd. God bewaarde hem. Uit zwakheid kracht verkregen. Denk eens aan Gideon. Met die paar honderd man. Een heel leger. God is sterker dan de mensen. God is sterker dan welk leger dan ook. Legers van vreemden. Die vluchten. Vrouwen kregen hun doden terug. Denk aan de weduwe van Sarfat. Ze kreeg haar zoon terug. Nog meer voorbeelden. Gefolterd zonder de verlossing aan te nemen. Wrede pijnigingen ondergaan. Terwijl voor het geloof onacceptabel aanbod. Zij geloofden in een betere toekomst. Zij hadden een vooruitzicht.
Wij weten niet wat het is om gefolterd te worden. Om op een slagbank gelegd te worden. Beproevingen, bespottingen. Jeremia ook, hoe vaak werd hij bespot om de boodschap die hij moest doorbrengen. Maar ook de discipelen later. Gestenigd werd Stefanus, Paulus. Ze werden in stukken gezaagd, verzocht. Zware geestelijke en lichamelijke druk werd op hen uitgeoefend om het geloof te verloochenen. Om compromissen te sluiten of iets te herroepen. Of in elk geval hun Heer, hun geloof in die Heer te verloochenen. Ongekend. Vermoord. Massamoorden. Ze liepen rond in schapenvachten, geitenvellen. Er was geen kleding. Ze konden niet onder de mensen zijn. Honger en dorst. Mishandeld. Maar dan zegt de schrift in vers 38, de wereld was het hun niet waard. De wereld kende geen enkele waarde voor hen. Al moesten ze ronddwalen in woestijnen, in bergen, spelonken. In deze plaats hebben veel geloofshelden hun thuis, hun paals en hun schuilplaats gevonden. Ze werden achterna gezeten. Ze werden vogelvrij verklaard. Iedereen, ja wat, je kreeg zelfs een bonus als je mensen zou doden. En ik denk dat onze kinderen ook de verhalen van Open Door zou kennen. Of de verhalen van de fakkeldragers. Waar de kinderen van de Heer om hun geloof gepijnigd en gedood werden. Wij zitten er als koningen en prinsen bij, hè, als we dit zo lezen. En ik weet niet wat wij tegemoet gaan. Maar ik wil bidden. Voor jullie, voor mezelf, voor mijn gezin. Dat welke verleiding er ook komt. Misschien gaat het nu allemaal iets sneaker. Door de computer. Door het internet. Door de losbandigheid. Door wat er op de scholen allemaal gebeurt. En op de werkvloeren. In de binnenkamers. Onreinheid. Afhalen van de Heere. We leven in een maatschappij. Die alles maar verzekert. En alles maar vaststelt. En alles maar voor de toekomst klaarmaakt. Niet bezig zijn met de Heere. In hoeverre gaan wij mee? In hoeverre proberen ze ons van het geloof in de schrift af te houden? Denk daar eens over na. Praat er eens met de Heer over. Heel ver moet ik mee. Sta vast, was net al getuigde, in die wortels diep, diep. In de Heer Jezus Christus, diep in de schrift. Zelfs, wat we hier lezen in vers 39, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op iets beters voorzien had. Kijk, als wij werken, dan werken voor loon. En ik denk dat je naar je baas gaat aan het eind van de maand, als je je loon niet hebt gehad, dan zeg je, joh, ik mis nog iets. Je bent, denk ik, vergeten mijn loon over te maken. Of is er een andere bedoeling?
Zodra je het gewoon krijgt, dan ga je niet naar je baas. Nee, dan heb je het gehad. Maar als je het niet krijgt, dan sta je in één keer bij hem op zijn kantoor. Dan trek je hem aan zijn jasje. Maar deze mensen, die hebben al die dingen verdragen, maar nog niet gekregen. Wat zit daarachter? Een betere toekomst. Het kon ook pas in vervulling gaan. Het loon kon pas uitbetaald worden. Door het bloed van Jezus Christus. Zij moesten wachten totdat Jezus Christus zou komen. En die aan het kruis zou zeggen, het is volbracht. En zij wachten nu. Tot de dag van de opstanding. Het moest eerst volmaakt worden. Om Gods heerlijkheid binnen te kunnen gaan. Door Jezus Christus. Nu zit Jezus Christus aan de rechterhand van de Vader. Nu. In die tijd leven wij. Wij zijn ook nog niet in die heerlijkheid. Wij hebben dat in het vooruitzicht. Daarom zegt de schrift, nu dan. Laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen, omringd worden, afleggen. Het is net of dat wij in een arena staan met allemaal mensen om ons heen. Die ons aanmoedigen en zeggen, wij weten hoe het voelt. Wij weten waar je doorheen moet. Maar blijf staan. Blijf staan om in die volmaaktheid te komen. De hoop op Jezus Christus houdende. Afleg alle last. Gooi elke last. Of zonde, alle nutteloze, alle schadelijke ballast van je af. Als je dat niet doet, dan verlies je het zicht op Jezus. Hoe meer je ziet op Jezus, hoe minder ballast. Een last. Wat is dat, een last? Is dat moeite van het leven? Nee, dat kan je niet afleggen. Dat gebeurt gewoon. Last zijn vaak gewoon door normale, goede dingen. Dingen van het aardse leven. Dingen waarvan een wandelaar als het ware kan genieten, maar een hardloper niet. Die rent eraan voorbij. Een last kan zijn gewone dingen die je eigenlijk te veel doet. Hij zegt van, hé, daar moet ik eens in minderen. Als ik meer van de Heere wil genieten, moet ik even iets minder dat doen. Want voordat je het weet, is het alweer 9 uur, 10 uur, 11 uur en ben je moe. En dan, verlang je om te gaan slapen, je lichaam te rusten te leggen. Praat daar ook gewoon met de Heer over. Heere, wat is een last? En wat doe ik te veel? Misschien herken je dat wel eens in je leven. Dan ga je s'avonds naar bed en denk je, ja, ik heb wel heel lang achter de computer gezeten. Of ik heb wel heel veel tijd eraan besteed. En nu wil ik eigenlijk nog mijn tijd aan de Heer geven. En nou is mijn tijd op, want mijn lichaam is moe. En dan ga je eigenlijk een soort een beetje aanklagen. Hij zegt, hé, morgen ga ik dat eens even andersom doen. Keuze maken. Afleggen. Loslaten. Iets wat je naar beneden trekt, of iets wat tijd van je vraagt, of iets wat energie kost. Probeer die dingen in het juiste perspectief te zien.
zonde. Afleggen van zonde is heel wat anders dan afleggen van een last. Zonde is alles wat je doet in onafhankelijkheid van God. Buiten God om. Daar moet je van bekeren. Die moet je ook afleggen. Zonde moet je opruimen. Dat moet je niet minder gaan doen, of een klein beetje gaan doen. En die moet je helemaal niet doen. Je oog gericht houden op Jezus de leidsman, de volleinder. Net zoals die geloofsgetuigen. Wij hebben al gehoord en gelezen en ervaren in ons leven wat het is, het bloed van Jezus Christus. Wij hebben ervaren wat het is volbracht. Omdat wij geloven in de Heer Jezus Christus. Deze geloofsgetuigen hadden die woorden nog niet zo sterk als het is gebeurd. Zij leefden met het geloof in het vooruitzicht, het gaat gebeuren voor ons. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen. Zij hebben door het geloof belofte verkregen. Die belofte dat Jezus zou komen. Het is toch ook zo. Als dat koninkrijk, dat kan je wel bezitten, maar als je het niet als ware in bezit neemt, heb je nog niks. Die beloftes, die kan je heel mooi aan de muur spijkeren en elke dag lezen. Maar als je die niet voor jezelf hebt, dan heb je nog niks. Zij leefden daaruit. Zij, ja, dat was hun identiteit. Het was niet voor hun, net zoals de schrift. Je kan de schrift hebben, ja, ik heb de Bijbel in huis. Maar als je er niet uit leeft, dan kan je er al 100 in huis hebben, maar het heeft geen kracht, het heeft geen waarde in je leven. Jezus Christus, de volleinder. Wij met hem. Volg zijn voetstappen. Hij is de heerlijkheid binnengegaan. Omdat hij een doel voor ogen had. Hij keek uit naar die vreugde, naar die heerlijkheid, om aan de rechterhand van God de Vader te zitten. De Heer Jezus zelf, hij heeft op die weg volhard. Hij heeft het kruis volhardend gedragen. Jezus Christus heeft de wil van de Vader geaccepteerd in zijn leven. De schande die hem werd aangedaan door mensen heeft hij veracht. Zijn plaats is aan de rechterhand van de troon van God. Daar heeft hij recht op vanwege zijn volmaakte leven op aarde. En broeders en zusters, dat is onze toekomst. Om daar te zijn. Hou je oog daarop gericht. Want let toch scherp op hem, zegt vers 3. Je mag kijken naar Jezus Christus. Hij is jouw voorbeeld. Je mag ook kijken naar de Heer Jezus, hoe die daar zit aan de rechterhand van de Vader. Je mag daarna verlangen. Dat is ook jouw doel, dat is ook jouw toekomst. Ik wil nog één voorbeeld aanhalen. 90 jaar. Sarah was 90 jaar. Wij zouden zeggen een hele oude oma. Maar ze werd zwanger. Ze geloofde. Ze werd zwanger. Ze kreeg een zoon Isaac.
En wat gaat God vragen van Abraham? Gaat deze zoon waar de belofte op rust, gaat die doden, offeren? Wat een vraag van God. Wat zou er in de gedachten van Abraham geweest zijn? Misschien vraagt God ook iets van jou. Hij zegt, Heere, dat past niet in mijn denken. Dat is onmogelijk. Maar Abraham, die wist, al zou mijn zoon in as veranderen, God zou uit dat as een Isaac terug kunnen brengen. God is almachtig. Al leg heel jouw toekomst in as, in duigen. Al is je inkomen helemaal weg in as. Je huwelijk. Je hebt problemen op je werk. Je hebt problemen met jezelf. God is bij machten. God is almachtig. Wat de boze heeft gestolen, wat de boze ook heeft geroofd, wat de boze ook heeft kapot gemaakt in jouw leven. God brengt terug tot leven wat dood was. En Abraham geloofde dat. En Abraham stond klaar. En heel vaak wordt Isaac afgeschilderd als een jongetje. 12, 15, 16. Ik denk zelf dat hij 30 was. Maar ook Isaac had een eigen keus. Hij ging niet tegen zijn vader in. Kinderen van 12, misschien van 6, hebben ook wel echt een eigen keus. Dat ze die tot uitvoering brengen is een tweede. Maar hij ging mee. Hij gehoorzaamde. Hij ging daar liggen. Op dat hout. Op die stenen. Die klaar waren gemaakt. Hij liet zich binden. En daar staat vader Abraham. Om zijn zoon te doden. Ik blader toch eens naartoe. Genesis 22. En zij vers 9, en zij kwam op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop. Bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. En hij zei, zie hier, ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doet hem niet. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Ik hoef jouw zoon niet. Jij hebt mijn zoon nodig. Daar wil de Heere naartoe. De engel van de Heere die daar spreekt is Jezus Christus zelf. Op diezelfde plek, daar is de Heere Jezus aan het kruis gegaan. Daar is de Heere Jezus geofferd. Misschien loop jij nu ook op die berg. Met tranen, met pijn. Omdat je offers wil brengen voor God.
Maar je mist nog iets. Abraham zag de Heere Jezus op die berg. Zie jij nu ook dat Jezus het allemaal voor jou doet? Dat Jezus het hebt gedaan? Eén keer, laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman, de voleinder van het geloof. Amen.